They've announced that the technical regulations are changing for next season. Now there's a risk a lot of our hard work could be undone if we're not careful. So let's figure out how to mitigate this. Drivers, take a look at the developments we have and let us know what you want to invest in protecting. All right, everyone, let's get on top of this. Hele goeiedag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019 de Career Mode. We gaan verder in Singapore, ronde nummer 15 van het kampioenschap en aflevering 37. Ja, er zijn upgrades aan de auto gekomen en je hebt het net al gehoord. Carl heeft iets anders toegezegd. Er komt een regulations change aan en dat is wat cruciaal voor ons, want vorig seizoen ging het namelijk mis. Ja, de kwalificatie loopt droog, de regen. Dus regen, in de race dus regen. Maar we gaan eens goed door met mijn intro. Ja, Singapore dus. De baan moet ons goed liggen. Ja, en wat ik dus net zei, we moeten dus dingen gaan adapteren, zo noem ik het eventjes. Want een regulatieverandering komt er dus aan. Vorig seizoen pakte het niet goed voor ons uit. En ik ben dus benieuwd waar we in seizoen 3 dan terechtkomen. En of we misschien met Alfa Romeo onze tweede titel op rij pakken. Of dat we misschien naar een ander team gaan. Ik weet het niet. Aan het einde van de seizoen maak ik gewoon bekend waar we gaan blijven. Misschien kan ik ook een poll starten. Maar ja, we gaan dus gewoon door met Singapore. Eerst even een mededeling. Als je de vorige aflevering gemist hebt, zal ik de eerste terug hebben dat je deze gaat zien. Dan kan rechtsboven op het i'tje. En ben je nieuw op dit kanaal en wil je meer wekelijkse afleveringen zien van F1 2019 Career Mode? Druk dan op de abonneerknop en schakel ook gelijk het belletje op alles aan, zodat geen enkele video meer van mij mist. Dat heb ik dus even gezegd. We gaan dus nu gewoon door met de kwalificatie hier in Singapore. It's time for us to settle down and the drivers below to get fired up. Once again, welcome to Singapore as we get ready for the green light and the start of what should be a fantastic qualifying session. Now then, Anthony Davidson, you're not getting any younger, but you have been involved in your fair share of qualifying sessions in an illustrious 30-year career. How do you deal with the pressure when you have that one chance to deliver a perfect lap? It's not so much about dealing with the pressure, it's more about how you approach the risk and just how much of it are you willing to take. You're constantly balancing the car on the edge of grip from braking, cornering and traction. And over the course of a lap, it's easy to get that balance wrong. And that's why achieving the perfect lap is almost impossible. As you say, I've been doing this 30 years now and it never gets any easier. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij onze eigen auto. Voor Q1 hier in Singapore. Ik verwacht niet echt voor de pole mee te kunnen strijden. Want onze auto is geen top 3 auto. Maar ja, je weet het nooit. Kan het zijn dat we zomaar wel pole position halen. Kan het zijn dat we in één keer van plek 8 kunnen starten. Wie weet, het belooft in ieder geval in de race een complete chaos te worden met de regen. Dat voorstel ik jullie alvast. We zijn dus aanbeland bij de start-finish voor Q1. En het is tot nu toe een prima ronde. Geen track limits waarschuwing, want die krijg je hier al behoorlijk snel. Dus je moet echt oppassen waar je de auto plaatst. Nee, anders is het zogenaamd een beetje ronde. We komen over de finish. En we zetten een 1.37.7 neer op 2 tienden van Danny Kwiat. We zijn doorverwezen naar P4 op 1.5 met nog 2 minuten te gaan. En ik vind het niet voldoende om deze set eigenlijk te sparen, dus ik ga gewoon nog een keer naar buiten. Ja, en dan heb ik twee verse set namelijk voor Q2 of Q3. Op dit moment P4, want Hamilton is ertussen gesprongen, Weber is inmiddels naar 1 gegaan, Leclerc naar 5. Dit zit een beetje dicht op elkaar denk ik. We nu nog laten zien waar we toe in staat zijn. Groen, groen in sector 1 en 2. Dan neem ik de bocht daar eventjes te wijd. Verlies ik hier wat tijd. En dit gaat ons denk ik wel pijn doen. Ja, ik verlies al gelijk 2/10. Dat is niet goed. Door één zo'n klein foutje. Nou, ik kan het nog terugpakken. Nee, ik kan het niet terugpakken mijn tijd. En we staan P5 in Q1. Prima resultaten denk ik hier voor de eerste kwalificatie. Op 1.3 van Danny Kwiat. We zijn inmiddels aanbeland bij Q2. De bocht nemen we iets te wijd.
wat misschien ons tijd gaat kosten. In deze bocht nemen we ook veel te wijd, net niet de muur geraakt. Als ik remde, dan had ik sowieso een voorvleugel kapot gereden, want dan blokkeerde mijn banden. En nu is Oostas finish en het is een P1 met een 1.37.6. Ziet er goed uit tot nu toe. De uitslag van Q2. Ja, we hebben het net gered. Oftewel, 2/10. Dat noem ik niet net, maar gewoon, we zijn gewoon door naar Q3. We zijn inmiddels aanbeland bij Q3. En het is hier een alles of niets poging, want ik weet niet of de tweede run ook goed gaat worden. Dus we moeten hier nu een vliegende ronde zien te stampen eigenlijk. Het begint goed. Geen check limits. We hebben volgens mij Verstappen voor ons. Overstart finish en op dit moment de snelste ronde met een 1.36.8. Waar we daar blokkeren. Dat was trouwens Giovinazzi. Geen Verstappen. En Kvyat is een tiende sneller gegaan. En ik vind dat niet genoeg. En we zijn inmiddels aanbeland bij de laatste ronde in Q3. Met de Page in sector 2 neer. Terwijl we nu in één keer naar P1 zijn gesprongen. Heel erg gek dit. Want net stond ik nog op P2. Weber naar 2. En dan is het hier een alles of niets poging. En dan rij ik iets te ver over die curbs. En dan is het geen pol, maar P5. Door deze zeldzame fout die mij de pol heeft gekost. Ik weet niet wat er aan de hand was met de tijden van Kvyat. Want in één keer is Kvyat met 1.36.2. 2/10 langzamer dan Lucas Weber. En ja, we hadden het trouwens sowieso niet... nou, we hadden het wel gered. Maar helaas, Claire is dus de volgende die we dus moeten zien te doorstaan. Nou, ik had beter verwacht. Ik had veel beter verwacht. Ik had hier gewoon om plek 2 of plek 3 te staan. Een superb qualifying performance from your old F2 teammate. Ja, klopt. Hij reed uitstekend, maar ja, de auto is gewoon keigoed. Williams staat ver boven iedereen. Great. Oh, dat was het dan. Oké, nou, tot na de race. De resultaten van de rivaliteit breakdown met Giovinazzi en Hülkenberg winnen we gewoon. Spoelen we gewoon even door. Ja, het zal allemaal wel. Veteran sportsmanship en showmanship trouwens vanwege dat interview. Well done. Very solid result. You're looking good for the race. Dankjewel Emma. We gaan het gewoon zien hier in de race. Het belooft 1-0 chaos te worden, want het regent hier namelijk in Singapore. We gaan door met de race. As the sun sets over the South China Sea, the sport that never sleeps is alert and raring to go. Welcome under the bright lights of the Marina Bay Circuit to another Singapore Grand Prix. It's a very long, very physical lap this one, and really there's not much in the way of margin for error. So we have a bit of an endurance race for you tonight. We have a high risk of a safety car here today as the abundance of tight corners mixed with these wet conditions could put a few cars off into the barriers. 23 turns then, 13 to the left and 10 to the right, make up the 3.1 mile lap of Marina Bay. With the Grand Prix nearly upon us, Anthony Davidson is by my side once again to offer his perspective. Let's talk about the Professor. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. Now the grid for the Grand Prix van Singapore. Met Lucas Weber op pole position en daarachter zijn teammaatje Danny Kvyat. 1-2 voor Williams. Goed resultaat. Charles Leclerc op plek 3 en Vettel op plek 4. Onszelf naar P5, Giovinazzi P6, Bottas P7, Russell P8, Hamilton P9 en Puttler sluit de top 10 af voor Toro Rosso, Hülkenberg P11, Gasly P12, Sainz 13, Grosjean 14, Raikkonen 15, Magnussen met een 10 plaatsen af op plek 16, Perez 17, Ricciardo 18, Magnussen 19 en Stroll sluit de grid af op de laatste plek. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Nou, okay. Daar gaan we dan. Stel me niet teleurstellen, Jeff. En hopelijk kunnen we niet teleurstellen. Want we gaan dus beginnen met de grote van Singapore Career aflevering 37 hier in de regen. En het... De lampen zijn dus onderweg. En het was dus een goede start. Dat wou ik eigenlijk zeggen, maar ik was iets te vroeg. En ik zie er al gelijk helemaal niets. En daar komt Russell en Giovinazzi die...
tegen mijn sidebot aanrijden. We hebben een waarschuwing voor een bots met Giovinazzi. Hij ziet al helemaal niks. Maar Vettel kunnen we hier al pakken op de exit. Maar dat lukt niet. Nee, dat lukt niet. Want Vettel geeft niet op. En het is hier heel irritant rijden. Ik zie helemaal niks. En dat is juist hier het gevaar aan Singapore. Je kan zomaar een foutje maken en je ligt eruit. Vettel doet het hier voorzichtig aan. Wij moeten hier ook heel voorzichtig aan doen. Terwijl Weber al weg is gereden. Daar zit misschien aan de binnenkant van Sebastian Vettel. En hem hier laten staan. Maar Kwiat en Leclerc zitten daar ook. Ik dacht even dat we Leclerc hadden geraakt. Maar nee. Jawel, we hebben Leclerc wel geraakt. Terwijl Kwiat het hier even ons moeilijk maakt. De auto verloren we daar bijna. Maar we hadden hem net gered. Hebben Kwiat trouwens ook geraakt. Was met die moment overstuur. En we waren de auto er bijna weer kwijt. Een spin, dacht ik. Maar we hadden de auto net gered. Het is hier heel erg glad. Het is oppassen hier. En de volgende is Charles Leclerc. P3. In ronde nummer 1. Maar ik zie al Charles Leclerc. Zijn exit is vele malen beter dan die van ons. Dit inmiddels in ronde nummer 2. En Charles Leclerc moet gaan verdedigen ten ons. Van ons. En nee. Nee. Het lukt niet. Want Charles verdedigt hard. En die pakt hem hier weer op de exit. En ik weet niet hoe dat komt. Dat hun altijd zo goed zijn op die exit. Dan hier diep inremmen bij de Monegasque. En dan hier onze ballen tonen. En we zijn er voorbij. De volgende is ons oud F2 teammaatje Lucas Weber. Die de wedstrijd tot nu toe leidt. We zitten wel paars in sector 1 neer. Dus dat geeft een goed teken dat wij sneller zijn dan Lucas Weber. We moeten hier wel even op besparing. We zetten de snelste race rond met een 2 minuut 1.9. Het gat naar Weber is 1.7. Ja, we moeten op besparingmodus. Terwijl we hier een klein beetje doorschieten. Want het is oh zo glad hier in Singapore. Ja, we moeten op besparingmodus. Want ik heb de fuel zo laag mogelijk gezet. Zodat de auto heel licht is. Zodat we lekker kunnen gaan pushen. Maar wel zijn nadeel. We moeten de fuel gaan besparen. Weber rijdt wat weg, zie ik van ons. Die pakt ons steeds op de exit. En het nadeel is dus dat we de fuel steeds een beetje op peil moeten houden. Rood in sector 1, 36.000 langzamer. Het gat naar Weber is 1.1. 1.111 om precies te zijn. Dan middels hier in ronde nummer 5. Groen, paars en we kijken naar Lucas Weber. Ik kijk even uit de spray. Want anders zie ik helemaal niks. Het is hier al zo krap en met die spray is het zo irritant rijden. En dan moeten we hier gewoon voorzichtig aan gaan doen, want elk foutje kan hard afgestraft worden hier in Singapore. Hetzelfde gaat trouwens ook voor Monaco, maar daar zijn we dus nu niet. We zijn in Singapore. Terwijl we niet de snelste race konden zetten. 16 langzamer. Ja, we're catching the car ahead, zegt Jeff. Dat klopt ook. Maar we moeten geen fout maken en die lampen zijn ook bloedirritant. Ik zie hier helemaal niks. De lampen in Singapore zijn irritant, dus ik hoop niet dat dit in seizoen 3 ook het geval wordt. Regen in Singapore. Zo ja, dan staat ons weer een hele moeilijke race te verwachten die lang duurt. 31 ronden namelijk, en we zijn pas ronde nummer 6. Dus de race is lang. Right, we need to get past here. Use overtake. Ja, dat probeer ik, Jeff, maar Weber pakt ons steeds op de exit. Dus hoe kan ik hem nou inhalen met overtake? We rijden wel wat naar hem toe. We remden wat naar hem toe. Ik moet hier heel voorzichtig aan doen. Oh, geen corner cut. Nee, gelukkig niet. En dan pakt een Weber hier dus weer op de exit. Weber pakt ons dus gewoon op de exit. Dus hoe moet ik hem inhalen met overtake? Ik heb al overtake aanstaan, toen net. Maar hier zijn wij wat beter in dan de Duitser in zijn Williams. We kunnen hier misschien uit de spray hier. Andere lijn nemen, betere exit pakken dan Lucas Weber. Nou, het lukt. Een betere exit. Nee, want Weber pakt ons weer op topsnelheid. Hier dan aan de binnenkant zetten bij de Duitser. En het is tot nu toe gelukt. P1 is veroverd van Lucas Weber. In ronde nummer 6. Dan moeten we hem nu van hem weg zien te rijden. Als dat lukt, hoop ik. Als dat lukt. We zijn inmiddels in ronde nummer 11. We zetten de snelste race van nummer 2 minuten 1-4. Het gat naar Weber is inmiddels 3 seconden. Dus we zijn van hem vandaan gereden. The car behind has
has started to drop back. There's a gap beginning to form. Joh, Jeff, dat zie ik ook. Dat komt dus namelijk door ons, want wij pushen enorm hard met deze auto. Ook al is deze auto niet echt gemaakt om op een natte baan te rijden. Kijk maar naar Hongarije, hoe we daar struggelden in de kwalificatie. Maar ja, ronde nummer 11. Het gaat hard. Rood in sector 1. Gat naar Weber is 2.4. Die is hier aan het dichtrijden. Dus we moeten even hard zien te gaan pushen, zodat we het gat weer naar 3 seconden kunnen brengen. Dus ja, maar we zitten wel met de fuel. En dat is wel een probleem. We zitten met de fuel. En de MGUH die heeft geen probleem, dus ze kunnen lekker op bridgemaps staan. Ronde nummer 14 inmiddels. Groen in sector 1. En ik weet niet wat het gat naar Lucas Weber is. Maar we hebben nu wel clean air. En we hebben geen last van een andere auto die voor ons rijdt, waardoor we minder zien in de spray. Hartstikke fijn dit. En dan moeten we hier ook in besparingmodus met de URS. Groen is sector 1 en 2. Persoonlijke verbetering zit eraan te komen, terwijl we daar net niet de muur raakten. 5.4 inmiddels naar Weber. Dus we hebben in die paar honderd tijd even alles open gedraaid. Hier schieten we weer wat te ver door. Maar geen track limits waarschuwing. En dan ben ik benieuwd wanneer we binnenkomen. Nog steeds kalm aandoen. Nee Jeff, ik ga dit niet gebruiken. Ik wil dit als verdediging gebruiken ten opzichte van Lucas Weber. Want je weet maar nooit met de Duitser, want die kan ook hard pushen. De snelste raceronde zetten we nu met een 2 minuut 1-2. We gaan naar deze ronde naar binnen, dus we zetten alles open. Rich, Mix en Hotlap van de Ursmoke. 5.7 is het inmiddels naar Lucas Weber, die hebben we helemaal zoek gereden. En we gaan dus naar deze ronde naar binnen. Oh, Leclerc heeft een mechanisch probleem, terwijl we bij de pitstraat zijn aanbeland. Leclerc heeft een mechanisch probleem en ik zie dat al gelijk, want Weber is gelijk van de merk gereden. En George Russell en Sebastian Vettel zitten er ook aan te komen. En Leclerc gaat niet door. Die komt ook naar binnen. Goeie stop. We komen voor Weber. De pitstraat uit. En Weber moet nog naar binnen. Dus dat is wat nadelig voor hem. Laatste stop. Geen geplande pitstops meer. Ronde nummer 16. We zitten over de helft. Als ik dat goed zeg. Ja, dat zeg ik goed. We zitten over de helft. En nu is het doel het gat dichten naast Sebastian Vettel en hem misschien al passeren voordat hij de pitstop maakt. Dan heeft hij extra pijn. Terwijl we wel wat fuel hebben kunnen besparen tijdens de pitstop. Nou, Vettel catchen, oftewel pakken, is het niet gelukt. We hebben hem toch gepakt bij de pitstops. Terwijl Kvyat naar 3 is. Terwijl we daar iets te wijd reden. Ronde nummer 17. Weber nog steeds naar 2. Dan hier alles een beetje optimaliseren. Oftewel de URS naar 4 zetten. Groen in sector 1 en 2. We're leading our teammate by 44.4 seconden leiden ten opzichte van Nico Hulkenberg. Mijn god, wat is dat hartstikke veel. En we domineren tot nu toe de race. Weber hebben we in onze knip. Kvyat hebben we in onze knip. 11 seconden, die gaat hij niet zomaar dichtrijden, denk ik. En dan is dit toch wel een interessante wedstrijd geworden. Als we geen fout maken, want je weet het maar nooit hier in deze omstandigheden. Kan het zijn dat ik zomaar een keer de auto verlies. En dat we geen punten behalen hier in Singapore, maar je weet het nooit. We zetten wel de snelste resultaat neer met een 2 minuut 4. En nu moet ik even gaan sparen met de fuel. Oh, moment overstuur, maar geen problemen voor onszelf. We zetten weer de snelste regel in met een 2 minuut 1, oftewel een 2 minuut 01 om precies te zijn. Het gat naar Weber is 7.9 geworden, dus die hebben we helemaal zoek gereden hier in Singapore. En misschien kunnen we wat achterblijvers gaan catchen. Ik dacht even dat Jeff wat zei, maar dat was niet het geval. Oké.
wat wou zeggen eigenlijk, maar dat was dus niet. Rood is sector 1. Een tiende langzamer, maar dat geeft niks. Ronde nummer 19. Oh, iets te ver door, maar niet de muur geraakt. Uitslag schoot er eventjes omhoog, maar die is nu weer gedaald. Ronde nummer 22. We zetten weer de snelste race ronde met een 1.59.4. Onze allereerste tijd hier in Singapore onder de 0 tijdens de race. Onder de 2 minuten. Ik heb niet gehoord wat Jess zei. Iemand heeft een mechanisch probleem. Ze zien er langzaam uit. Volgens mij was het Perez. Als ik dat goed zeg. Sergio Perez. Seconds. They're on fresh wets. They're in 11th. The time last lap was a 2 minute 3.1. Bijna een minuut achterstand heeft Nico Hülkenberg op ons. Bizar. En we pushen als een gek. Oh, wel wat blokkeren, maar geen gevolg. Virtual safety car is uit en Sergio Perez is uitgevallen in deze grote prijs. Maar kijk eens naar de voorsprong die we hebben op Danny Kvyat. Bijna een half circuit lengte ongeveer. Nou, VSC is dus weer geëindigd en we kunnen weer gaan stampen, want we hebben wat fuel kunnen besparen en URS. Dus nu is gewoon deze rondjes uitrijden. 10.3 inmiddels naar Lucas Weber. Die is vandaag helemaal zoek gereden. Ronde nummer 26 en we zochten de limiet op. En dat is een spin voor ons, wat niet goed uit helpt, want Weber is in één keer zijn voorsprong op ons is hij in één keer kwijt. En we struggelen wat met de banden, want we hebben geen temperatuur in de banden. Vijf ronden fuel remaining en in één keer zit Weber op onze staart, denk ik. Want het gat is denk ik nu 1. zoveel. Dat was eerst 10. punt zoveel. 10.3, dus we hebben 9 seconden verloren door deze spin. En dat was niet goed voor mij. Inmiddels ronde nummer 28 gaat naar Weber 17e. Dus hij is de druk nu aan het opvoeren op ons. En nu moeten we in deze laatste paar ronden het hoofd koel zien te houden. Maar die spin was onacceptabel. Ik zocht gewoon de limiet op en dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Maar ik zie Weber in mijn spiegels. We moeten het gewoon heel voorzichtig aan gaan doen nu. En dan de wedstrijd gewoon uitrijden. Dat is het advies. We moeten wel alles even openzetten ten opzichte van Lucas Weber om hier te verdedigen. 129 en Weber zit nog steeds dicht op ons. Interessant dat hij Williams zo lang kan volhouden. Alles ziet er nog goed uit van de motor en de versnellingsbak. En als het zo eindigt, dan is Weber geen titelkandidaat meer voor de eindstrijd. Want Weber moest namelijk winnen en dan kon hij nog aanspraak maken. Maar als het zo eindigt, lukt dat niet. De ene laatste ronde loopt inmiddels hier in Singapore. Het was een lange wedstrijd, 1.5 inmiddels. Ronde nummer 31. Het was een lange wedstrijd met een foutje tot misschien gevolgen, want het gat is nog 1.8. Die kan Weber nog dichtrijden in deze laatste ronde als hij alles openzet. Achterblijvers komen niet tegemoet. En als dit zo blijft, dan pakken we alweer een overwinning hier in Singapore. Moeten we dat hoofd even koel zien te houden, want we schoten daar wat door, maar geen volvleugelschade. En dan is de wereldtitel echt dichtbij. En als we in Rusland winnen met de snelste raceronde, dan denk ik dat we kampioen zijn. Nou, inmiddels over de laatste bochten heen gereden. Vuurwerk is uit. Wij winnen dus hier in Singapore. En de titel is bijna van ons. Het feest kan eigenlijk nu al gevierd gaan worden met ons team. A great win then for the Alfa Romeo team today.
tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, keeping their tyre temperatures up in the tricky wet conditions was really important. There's not much grip out there at the best of times, and it's 10 times worse if you're out there on cold tyres. So the way they kept the rubber in its proper operating window was a huge advantage today. Looks like they're on their way out to the podium now, and what a result this is! And a popular one with the crowd as well. Great stuff to see the Alfa Romeo team on top here today. Voor de uitslag, wij pakken 26 punten in totaal, Weber naar 2 en Danik Field naar 3. Hulkenberg pakt een punt voor ons team, wat geweldig is. En we nemen in de constructeurs P1 over van Mercedes. Dus, nu staan we op P1 met de coureurs en P1 met de constructeurs. En hopelijk dat we dit kunnen vasthouden in de resterende races. Super. Toro Rosso is ook gestegen, maar we gaan nu gewoon door met Claire. Met de race interview. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. Did you struggle to get through all that traffic today? Niet echt. Mijn auto was beter dan de rest, denk ik. You're surpassing all expectations. Can anything or anyone stop you? Met het team achter me? Ik denk het niet. It's looking like the championship is already won. Do you think there's still time for this to change? Je weet het niet. Het kan van alles gaan gebeuren. Het kan zijn dat we in Rusland in één keer een probleem hebben met de motor. You had a few bumps and scrapes today. Who would you say is at fault? Ja, ik weet niet. Great. Well, that's everything. Nou, doei Claire. Tot in Rusland. De rivaliteit breakdown met van de resultaten natuurlijk. De rivaliteit met Giovinazzi hebben gewonnen, met die van Hulkenberg loop je verder vooruit. Research punten zijn er gewoon, zoals altijd, hartstikke veel. Altijd na een race. Maakt altijd goed wat ik in de kwalificatie heb verprutst. Wat zei ik? Best wel veel. De reputatie is wat gedaald, mede dankzij dat interview wat ons niet goed doet. Vettel en de sportsmanship. Fantastic podium, well done. Keep pushing like this for the rest. Nou, dat gaan we dus zeker doen, Emma. In Rusland gaan we dus weer voor de overwinning. Nou, dit was dus wie mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Als je genoten hebt, beloon het met een like. En ben je nieuw op dit kanaal en wil je meer afleveringen zien van de V2019 Green Mode? Voor wekelijkse aflevering, druk dan op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op alles eindjes van elke video die je mist. Reageer wat ben ik dan ook voor op deze video. Als je de video tof vond, zeg dan, hey, toffe video. Ik heb genoten. En ben vooral geabonneerd. Ik noem maar wat. Volg me even op Instagram, links in de beschrijving. En zou ik zeggen, een fijne dag verder en tot ziens. Tot de volgende keer bij F1 2019 Green Mode. Gaan we verder in Rusland.